De regering is bezig met de oprichting van de Surinaamse Autoriteit voor Voedselveiligheid, SAV. De oprichting van de SAV is nodig omdat Suriname vaker te maken heeft gehad met importweigeringen van voedingsmiddelen van agro, voedsel en voedselproducten. Het testen van agro, voedsel en voedselproducten is een van de belangrijkste functies van de op te richten autoriteit. In dit kader vond gisteren op het ministerie van Volksgezondheid een ontmoeting plaats tussen de ministers van Volksgezondheid, LVV en HINT. Ze werden daarbij ondersteund door onder andere vertegenwoordigers van het Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP, en functionarissen van zowel Volksgezondheid als LVV. De SAV krijgt besluitvormingsbevoegdheid op uitvoerend niveau bij de planning en uitvoering van haar voedselregelgevende mandaat en is dan als enige instelling verantwoordelijk voor toezicht op de voedselveiligheid.